Hey Daan, het is woensdag 18 december. En heb je wel eens een film gekeken zonder geluid? Of eigenlijk zonder muziek? Nou, het is niet zo interessant, hè? Het is niet zo leuk. Nee, precies. Een cd zonder muziek, ja, is eigenlijk niks. Het is hetzelfde als kijken naar een schilderij met je ogen dicht. Je hebt er niks aan. Ineens bedacht ik mij, als de film interessanter wordt door de muziek die gespeeld wordt, waarom doen we dat dan eigenlijk niet in ons dagelijks leven? Ik weet dat we naar de radio luisteren en ik weet dat we... Hè, maar voor de normale dingen, voor de saaie dingen die je in het leven moet doen, doen we dat eigenlijk niet. En eigenlijk zou dat wel moeten, want dan wordt het leuker. Dus dat heb ik gedaan. Bijvoorbeeld bij de vuilnis buiten zetten. Dat is al een heel stuk interessanter, toch? Je kunt het ook doen bijvoorbeeld bij de vaatwassen inruimen. Wel nu, om even te reageren op het filmpje van verleden week, van jou, waarin jij het hebt over weggaan bij Ziggo. Zoals je weet, kijk ik al jaren geen tv meer. Ik heb inmiddels, dankzij jou, weer een mooie tv. Daarvoor heb ik eigenlijk jarenlang überhaupt geen tv gehad. Ik had wel een kast staan, maar... De tv deed het niet, dus ja, het was echt een nutteloos ding. Dat is niet de reden waarom ik geen tv keek. De reden waarom ik geen tv kijk, inderdaad, is precies wat je zegt. De reclamebokken, de idioterie, de domme programmering die er op de televisie is. Het interesseerde me eigenlijk allemaal niets meer. Vandaar dat ik gestopt ben met tv kijken, omdat alles wat ik wou kijken, kon ik ook via andere wegen bekijken. Zoals Netflix, zoals een YouTube, zoals een download, whatever. Echter ga ik niet weg bij mijn kabelmaatschappij omdat ik niet genoeg wilskracht heb of omdat ik er niet genoeg doorzettingsvermogen voor heb of whatever. Ik ga er niet weg omdat, punt 1, ik heb een e-mailadres. Ik heb dat e-mailadres al 25, misschien wel een langer jaar, misschien wel 30 jaar. Ja, zo oud ben ik. Plus erbij dat ik heel tevreden ben over de internetdiensten van de Kai, ben ik zo tevreden over. Zeker nu dat we op glasvezel zitten en ik 300 mbps up en down heb. Dat is iets wat ik belangrijk vind. En het is heel betrouwbaar. Ik ben zeer tevreden over wat de Kai mij levert. Om niet weg te gaan bij de Kai, dat heeft niets te maken aan zich met of zij wel of niet tv uitzenden. Want de Kai maakt niet het tv aanbod. En dan heb ik het niet over de zenders. De KIW zorgt alleen ervoor dat wat er gemaakt wordt bij mij in mijn huiskamer komt. Of ik er dan zelf voor kies om naar te kijken, nee, dat is mijn keuze. Goed dan, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en ik zie jou volgende week.